Hallo en welkom of welkom terug op mijn kanaal. Mocht je mij nog niet kennen, hoi, ik ben Jamila en vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over supplementen. Ik wil jullie graag wat meer vertellen over de supplementen die ik gebruik, waarom ik ze gebruik en of het ook misschien voor jullie aan te raden is om ze te gebruiken. Dus ik ga jullie vandaag gewoon eventjes meenemen door mijn dag en gedurende de dag gaan we dus over de supplementen praten die ik op dat moment aan het gebruiken ben. Mocht je alvast zin hebben in deze video, laat dan alvast even een duimpje achter. En vergeet ook niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat helpt mij echt enorm. En dan gaan we nu beginnen met de video. Ik ga zo meteen sporten samen met Amber in Rotterdam. En daarvoor moet ik eerst even zorgen dat ik een goed ontbijtje binnenkrijg. Dus ik ga nu even een ontbijtje maken. Ik ga kwark doen met daarbij wat verse mango. Ik heb nog een beetje over. En een banaan, dat doe ik even mixen. En ja, ik heb geen blender, dus ik doe dat met de staafmixer. Werkt ook gewoon. En daar doe ik altijd wat kelks overheen. Dat vind ik gewoon lekker. Dan heb ik gewoon wat goede koolhydraten binnen en wat eiwitten. En daarna ga ik mijn matcha maken. En dan komen we ook aan bij het eerste supplement. En hier heb ik hem dan. Het is een lekkere bak vol. Maar ik merkte toen ik de lepel aflikte dat hij nog niet zo zoet is als ik wilde. Dus wat ik vaak eigenlijk in mijn kwark toevoeg is dit. Het zijn flavor drops. Dit is eigenlijk gewoon een soort ja, zero calorieën siroop. Het is echt ontzettend lekker om gewoon door je yoghurt heen te doen. Ik gebruik het vooral voor sommige mensen gebruik het ook om bijvoorbeeld hun havermout mee te bakken. Of andere gekke receptjes. Maar ik doe het eigenlijk alleen maar door mijn yoghurt heen. Dat vind ik gewoon het lekkerste. Maar je zou deze ook gewoon kunnen vervangen door een zonder suikersiroop. Alleen zitten daar vaak nog wel iets van calorieën in. En hier niet. Dus dit is echt ideaal spul. Ik heb zelf altijd mango smaak. Dat vind ik toch gewoon het lekkerste. En dat past nu ook goed bij de bowl van vandaag. En eigenlijk hoor je gewoon 4 druppels te gebruiken. Maar ik spuit dat gewoon een heel dingetje eroverheen. Dus dat is optioneel. En ja, wat ik zeg, je kan het gewoon gebruiken om dus bijvoorbeeld naturel kwark een smaakje te geven zonder dat je er extra calorieën in krijgt. Dus dat is echt ideaal. Ik ga nu ook even nog een proteïnematje erbij maken. Dat is eigenlijk best wel veel proteïne wat ik nu binnenkrijg bij mijn ontbijt. Maar ik vind het altijd fijn als ik uit huis ga dat ik in ieder geval weet dat ik al een lekkere grote hoeveelheid binnen heb. Ook al is het niet helemaal ideaal voor je spieropbouw. Omdat je lichaam maar zoveel eiwitten tegelijk om kan zetten en uit je spieren kan sturen. Maar goed, beter iets dan niets. Dus ik ga gewoon lekker een matcha erbij maken. En daarbij komt het eerste echte supplement wat ik wilde bespreken. En dat is eiwitpoeder. Ook wel proteïnepoeder genoemd. En waar is het nou eigenlijk voor? Nou, zoals ik al zeg, ons lichaam gebruikt eiwitten voor spieropbouw, maar ook voor zelfvernieuwing en spierbehoud. Als jij in een calorietekort zit en gaat afvallen, wil je lekker veel proteïne eten om te voorkomen dat je lichaam spieren af gaat breken voor energie. In principe kan je eigenlijk al je eiwitten gewoon uit normale voeding halen. Het zit in dingen zoals zuivel, vlees, gevogelte, vis, tofu, bonen, erwten, noten. Er zit ook wel veel vet in. Ik zie die liever altijd als vetbron, maar er zitten ook wel eiwitten in. Dus eigenlijk zijn er heel veel soorten voeding waar je gewoon je eiwitten uit kan halen, waardoor je eiwitpoeder niet nodig hebt. Dus raad ik het aan om eiwitpoeder te gebruiken? In zekere zin, nee, je kan het gewoon uit je voeding vandaan halen. Waar eiwitpoeder wel handig is, is om bijvoorbeeld leuke receptjes te maken. Ik gebruik het zelf eigenlijk altijd elke ochtend in mijn havermout, om te zorgen dat mijn havermout gewoon net wat meer smaak heeft. En het is een makkelijke manier om met weinig calorieën toch gewoon wat eiwitten binnen te halen. Want de gemiddelde schep zit volgens mij wel iets van 25 gram eiwitten in. Dus dat is gewoon een hele makkelijke manier, want er zit 100 calorieën in.
Wel zou ik zeggen, dat raad ik ook altijd mijn cliënten aan, om eerst gewoon een gezonde basis neer te zetten met normale voeding, zodat je weet waar je eiwitten uit kan halen en hoe je eigenlijk zonder ook maar iets van synthetische eiwitten je eigen caloriebehoeften en proteïnedoelen kan halen. Want het is gewoon haalbaar. Eieren zijn bijvoorbeeld ook nog een hele goede, die was vergeten op te noemen. En dan, als je dat onder de knie hebt, dan zou ik pas eigenlijk kijken hoe je eiwitpoeders en eiwitrepen in je voeding toe kan voegen om het gewoon wat makkelijker te maken. Want dat is het vooral. Het is geen vervanging van een gezonde leefstijl, maar het is een toevoeging op. En het kan gewoon net zo zijn dat als je bijvoorbeeld zoals vandaag dat ik een dagje wegga, dan stop ik gewoon een eiwitreep in mijn tas. Want dan weet ik dat ik gewoon een goede snack bij me heb waar ik vol van zit. Want proteïne is ook eigenlijk de macronutriënt die je volhoudt. Je hebt proteïne, koolhydraten en vetten. En proteïne is degene die eigenlijk gewoon het meest ideaal is om je vol te houden en waar je het langste profijt van hebt. Dus ja, het is wel aan te raden. Het is zeker een goed supplement en ook een van de weinigen die ik ook echt denk die een toegevoegde waarde heeft. Maar ja, zorg dat je eerst gewoon een goede basis hebt met voeding en dat je kennis hebt van wat je nou precies in je lichaam stopt voordat je jezelf eigenlijk druk gaat maken aan bepaalde dingen als eiwitpoeders. En hoe zit het dan met de verschillende soorten eiwitpoeder die er zijn? Nou, je hebt gewoon de normale whey. Dat is eigenlijk de meest goedkope versie en die is prima voor de meeste mensen. Zelf gebruik ik altijd isolaat whey en het verschil daarmee is dat die iets verder doorbewerkt is, waardoor er net wat minder lactose in zit. Dus voor mensen met een lactose-intolerantie kan dit net wat idealer zijn en rustiger op de maag en darmen. Maar het is ook vaak duurder omdat er dus meer bewerkingsproces in zit. Dan heb je ook nog hydrolaat whey. Dat is eigenlijk de meest schone en pure versie die je kan hebben, maar er zit vaak een bittere nasmaak aan. Dus de meeste mensen vinden dat niet plezierig, maar als je echt competitietraining aan het doen bent, kan dat waarschijnlijk wel ideaal zijn. Maar over het algemeen is gewone whey of isolaat whey goed genoeg. Tot slot heb je ook nog iets wat is voor vegan mensen. En dat is de vegan whey. Dit is vaak gemaakt op basis van erwteneiwit of rijst of nog een optie. Ik kom er eventjes zo snel niet op. Het enige is alleen dat natuurlijke plantaardige eiwitten vaak door het lichaam iets minder goed worden opgenomen. Dat er ook iets minder eiwit in deze poeders zitten. Dus als je geen vegan bent, zou ik gewoon voor de normale eiwitpoeders gaan die van de zuivel afkomstig is van het maken van de kazen. En niet voor de vegan optie, maar ben je vegan, dan is dat natuurlijk wel een ideale extra optie om toch aan je eiwitten te komen, omdat het gewoon een stukje moeilijker is als vegan. Hou trouwens met de vegan wel rekening dat de textuur een beetje anders is dan wat je waarschijnlijk gewend bent van normale whey. Het zit namelijk door dat erwteneiwit wat erin zit en de plantaardige is het wat dikker. En daardoor is het ook een beetje alsof er zand doorheen kan zitten. Persoonlijk heb ik best wel veel soorten vegan geprobeerd. En ik heb er eigenlijk nog niet één gevonden waarvan ik niet misselijk werd in de zin van de textuur. Dat het gewoon niet lekker is. Maar er zijn ook een heleboel mensen die het wel lekker vinden. Dus kijk een beetje, experimenteer een beetje. En de enige die ik weet die nog wel enigszins te doen is, dat is de vegan Clearway van MyProtein. Want daar is eigenlijk een soort limonade. Dus je proeft wel dat het dikker is dan limonade. Maar het is wel in ieder geval een stuk beter te doen qua textuur. Dus dat is zeker een goede optie. Mocht je de normale smaak van de vegan en textuur echt niet kunnen handelen. Oh ja, en nog eventjes over eiwitpoeder. Een heel groot heersend taboe is dat je gespierd wordt van eiwitpoeder. En dit is niet waar. In principe zijn eiwitten er wel, zoals ik zei, voor het helpen van spieropbouw. Maar je moet nog steeds echt gewoon hard trainen, veel kracht erin doen om spier überhaupt op te gaan bouwen. En je spieren kapot te maken tijdens het trainen, zodat het hersteld kan worden en je groot kan worden. Dus het is niet dat als jij ineens een eiwitshake gaat nemen, dat jij de volgende ochtend als de hulk wakker wordt. Dus wees er ook niet bang voor. Het is gewoon belangrijk en zelfs gewoon in je dagelijks leven, ook al zou je niet sporten, heb je eiwitten nodig. Over het algemeen is de richtlijn voor als mensen niet sporten 1,5 keer je lichaamsgewicht in grammen. Dus als jij 70 kilo weegt, doe je 1,5 keer 70. En dat is het aantal gram eiwit wat je op een dag binnen wil krijgen. Maar ben je nou echt aan het sporten, dan is het meer 1,8 tot 2 de factor waar je mee je lichaamsgewicht wil verdubbelen. Om te kijken wat daarmee de totale eiwitbehoefte voor jou op een dag is. Afhankelijk van jouw doelen zal je hoger of lager in dat spectrum zitten. Maar het is een goed uitgangspunt om daarmee bezig te zijn. En dat kan je bijhouden door bijvoorbeeld je voeding tijdelijk bij te houden in een app zoals MyFitnessPal. Zodat je kan kijken waar je op dit moment zit en of je überhaupt genoeg eiwitten binnenkrijgt en waar je dat kan verbeteren. En het beste is eigenlijk dat je gewoon elke maal tijdens je ontbijt, lunch en avondeten voor ongeveer 30 tot 40 gram proteïne als bron uitgaat. Dan zit je eigenlijk altijd wel gewoon goed. Naar aanleiding van mijn vorige video kreeg ik ontzettend veel vragen over wat dit blauwe drankje is dat je
hele tijd voorbij zag komen. Mocht je de video trouwens niet gezien hebben, is het echt teken om dat na deze video even te gaan kijken. Dan kan je een beetje zien wat mijn trainingen allemaal zijn en wat ze inhouden. Maar goed, terug naar het drankje. Wat is dit nou precies? Nou, eigenlijk is het een mix van twee verschillende ingrediënten. Eentje ervan is BCAA en de ander is creatine. Nou, de eerste waar ik over wil praten is de BCAA, wat eigenlijk staat voor Branched Chain Amino Acids. Wat zijn het, wat doet het en heb je het echt nodig? Dat gaan we nu even bespreken. In principe hebben we het net al even gehad over eiwitten. En dat deze verantwoordelijk zijn voor spieropbouw, spierherstel en eigenlijk ook spierbehoud. Op het moment dat ons lichaam eiwitten binnenkrijgt, zet hij deze om in aminozuren. En dat is eigenlijk wat dit is. Heel veel aminozuren kan ons lichaam zelf maken en een aantal halen we uit voeding vandaan. Dat zijn de essentiële aminozuren en die zitten vooral in de BCAA. Eigenlijk is het zo dat op het moment dat jij gewoon je normale behoefte van eiwitten binnenhaalt, dat je eigenlijk geen BCAA nodig hebt en dat er ook geen meerwaarde in zit. Dus in principe raad ik het niet per se aan om dit te gebruiken. Echter, toen ik zelf met fitness begon, had ik hier nog niet zoveel verstand van en ben ik mezelf gaan aanleren om dit te drinken. Dus het is voor mij een soort ritueel geworden om dit te gaan drinken. En ja, ik vind het gewoon lekker om tijdens het sporten iets zoets te hebben. Iets met een smaakje en ik merk dat ik er iets minder snel duizelig van word, omdat ik best een lage bloeddruk en bloedsuikerspiegel heb. Dus daarom drink ik het. Maar over het algemeen zou ik zeggen, als jij gewoon je eiwitten op een dag haalt, is het niet nodig. Het enige waar BCA wel handig bij kan zijn, is als je 's ochtends liever op een lege maag sport. Nou raad ik het niet altijd aan om op een lege maag te sporten. Maar goed, mocht jij er nou prettiger bij voelen, omdat je geen tijd hebt om fatsoenlijk te ontbijten voordat je gaat sporten, of dat je soms gewoon niet zo'n goede ontbijter bent, dan kan dit wel weer heel handig zijn. Omdat eigenlijk dit ervoor zorgt dat de spierafbraak tijdens je training minder is. Dus ja, ook al hou je dan de rest van de dag jong je eiwitten, kan dit wel enige voordelen geven. Maar over het algemeen zou ik zeggen, bespaar je geld en doe het lekker aan limonade uitgeven of zo als je wat zoets wil drinken. Maar voor mij is het gewoon een routine geworden dat ik dit nog drink. Ik heb de smaak Blue Raspberry en vandaar dat het ook die blauwe kleur heeft. Maar ja, dat is dit. Dus eigenlijk is het gewoon een dure limonade. En dan die andere die erin zit is creatine monohydraat. Op het moment dat je creatine koopt is het wel belangrijk dat je oplet dat er een CreaPure keurmerk op zit. Dat wil zeggen dat het gewoon echt een zuivere vorm is. Maar wat doet creatine nou precies? Nou, over het algemeen is creatine eigenlijk een lichaams-eigen stof. Ons lichaam maakt zo'n 2 gram per dag zelf al aan. En dit is eigenlijk gewoon een grote rol in de energie die in onze spieren zit. Dus het is namelijk een stikstofverbinding die zorgt dat de energie in onze spieren optimaal is. Wat voornamelijk tijdens krachttraining heel handig kan zijn. Alleen, omdat ons lichaam eigenlijk maar 2 gram maakt, willen veel sporters daar wat meer van binnenkrijgen. En daar komt deze zak heel handig. De monohydraat is de zuiverste vorm. En eigenlijk wil je zo'n 3 tot 5 gram per dag binnenkrijgen. Je hoeft het niet te cyclen. Je hoeft niet te stoppen na een paar weken om het daarna weer op te bouwen. In principe zeggen sommige mensen dat je een laadfase moet hebben waarin je 10 tot 20 gram per dag neemt voor de eerste 3 tot 5 dagen. Maar ook dit zou ik zeggen, doe niet de zonde van je geld. Want alles wat je te veel binnenkrijgt, plas je gewoon weer uit. Dus als je gewoon met 5 gram begint per dag, dan zal je vanzelf je voorraden vol maken. En dan kom je er ook wel. Waar is creatine nou goed voor? En zoals ik al zei, het is eigenlijk gewoon de energievoorraad in je spieren die je aan het vergroten bent. Dus dit kan zorgen dat je tijdens je sporten wat langer kan doorgaan met meer herhalingen of wat zwaarder gewicht. Of dat je herstel wat optimaler is. Wat eigenlijk gewoon ideaal is voor je totale prestaties. En daarmee dus ook je spiergroei kan versnellen omdat je meer uit je trainingen kan halen. Het enige waar je wel op moet letten als je creatine doet, is dat het vocht naar de spier toetrekt. Dus je kan wat meer spierdefinitie krijgen. Sommige mensen zijn daar gevoeliger voor dan anderen. Ongeveer 30% van de bevolking is niet reactief tegen creatine. Dus die zullen er minder van merken dan de andere groep. Maar het kan dus zijn dat je wel wat meer spierdefinitie hebt. Maar omdat creatine dus vocht naar de spieren trekt, is het wel belangrijk dat je echt veel water drinkt. Dus eigenlijk echt minimaal 2,5 liter per dag binnenkrijgt om te voorkomen dat je jezelf gaat uitdrogen. En om ook gewoon de ideale werking aan de creatine te geven. Over het algemeen zou je na ongeveer 2 weken de eerste resultaten moeten gaan merken. Dat je gewoon net wat meer kracht hebt of wat energie tijdens je trainingen. En dat je ook gewoon kortere rust nodig hebt tussen je oefeningen door om optimaal te kunnen blijven presteren. Eigenlijk is creatine een van de meest onderzochte en wel uitgevonden producten die er zijn. Dus dit is eentje die ik echt oprecht aan zou raden aan iedereen om te gaan beginnen als je echt gewoon serieus bezig bent met krachttraining en hier verder in wil komen. Omdat het gewoon eigenlijk alleen maar voordelen heeft.
Er zijn geruchten dat het kaalheid kan veroorzaken, maar hier zijn eigenlijk geen vaste bewijzen voor gevonden in de onderzoeken die naar voren zijn gekomen, dat daar echt een verband mee is. Dus in principe zijn er gewoon geen nadelen of bijeffecten die bij creatine kunnen komen. Heel soms hoor je dat mensen een beetje opgeblazen raken door dat vocht. Maar dat kan vaak verholpen worden door gewoon meer te drinken. Want als je te weinig drinkt, kan dat dus die reactie veroorzaken. Maar kijk daar een beetje naar, hou er rekening mee en probeer het voor jezelf om te zien of jij het geld waard vindt of niet. Maar in principe is het dus gewoon helemaal veilig om te gebruiken. En raad ik het zeker aan om gewoon elke dag een schepje te nemen. Ik ben op dit moment op Rotterdam Centraal en ik sta te wachten op Amber, want die haar trein komt een beetje te laat. Dus die komt zo meteen over 20 minuutjes. We zijn op dit moment bij John Reed en echt wauw, wat een sportschool. En daar hebben we Amber. Hey. Wat ga jij doen? Ik ga even mijn drugs tot mij nemen en dan ga ik lekker bal spelen. Lekker, alles voor de games. Alles voor de games. Deze is echt kapot lekker. Ik ben hier al wel energie, maar niet. Ja. Waar is Amber? Zoek Amber. Let's go. Wij zijn op dit moment bij de Yoghurt Barn en ik heb overnight oats met Oreo, chocoladesaus en framboosjes. En dan heb ik een matcha latte, maar dan met amandelmelk, dus het is niet hetzelfde als vanochtend. En Amber heeft mango, kiwi, granola met chia pudding en een kokosmelk. Lekker! Influence in the wild, we like. Ik ben ondertussen weer thuis en zoals jullie zagen had ik een blikje Monster bij me. En dat is ook het volgende onderwerp waar ik over wil praten. Pre-workout, wat is het, wat kan je ermee en waar moet je naar kijken als je ermee bezig gaat? Nou, in principe gebruik ik eigenlijk altijd een blikje Energy. Dit is eigenlijk gewoon puur cafeïne, wat ervoor zorgt dat je betere focus hebt en dat je dus ook meer energie tijdens je trainingen hebt en wat minder vermoeid raakt. Maar hier zit verder eigenlijk niks anders in. Let wel op dat het een grote doos cafeïne is. Dus zorg dat je dit niet te laat drinkt op de dag. Meestal tot een uur of zeven voordat je gaat slapen wil je eigenlijk geen cafeïne meer binnenkrijgen. Omdat dit anders toch bewust of onbewust je slaap kan verstoren. Dus ik neem deze eigenlijk altijd alleen als ik 's ochtends ga sporten. En als ik 's middags ga sporten, dan doe ik het gewoon op mijn eigen energie. Maar je hebt ook iets zoals pre-workout. Wat is dit dan precies? Nou, pre-workout zit ook veel cafeïne in. Dus in zekere zin heeft het dezelfde werking als een blikje Energy. Alleen zitten hier ook andere stofjes in, zoals L-glutamine, L-citrulline. En dit zijn eigenlijk stofjes die zorgen dat de verzuring in je spier wat langer uitblijft. Dat laatste branderige gevoel in die laatste paar herhalingen kan soms ervoor zorgen dat je eigenlijk wat eerder stopt voordat je echt tot falen gaat in de spier. En pre-workout kan dus helpen om die verzuring wat meer tegen te gaan, waardoor je net een extra herhaling eruit kan halen. Wat dus ook weer optimaler is voor spiergroei en
ja, eigenlijk over het algemeen de prestaties. Sommige merken hebben ook nog iets wat heet Amino & Energy. Dat is deze, heb ik van Women's Best. En eigenlijk is dit een beetje een mix tussen een pre-workout en een BCAA. Dus je hebt zowel de aminozuren die helpen bij de spierafbraak voorkomen. En dan de eigenschappen van de pre-workout om de verzuring uit te laten. Het enige verschil weer met deze ten opzichte van de pre-workout is dat de cafeïne wat meer vrijgegeven wordt tijdens de training. Dus je hebt niet in één keer een hele grote boost, maar eigenlijk gedurende de training wordt je van energie voorzien. Een dingetje wat eigenlijk wel heel erg belangrijk is om te weten met pre-workout is dat je ziet inderdaad het heel vaak de trend van druiskoepen. Zelf ben ik daar ook schuldig aan geweest om eraan mee te doen, maar doe dit alsjeblieft niet. Het gevaar met druiskoepen is namelijk dat je doordat je en weinig vocht gebruikt en eigenlijk in één keer een hele grote hoeveelheid cafeïne binnenkrijgt, dat je hart dit niet heel leuk vindt. Er zijn mensen die daar echt last van hebben gekregen, hartkloppingen en dergelijke. En daar komt bij dat het is gemaakt om opgelost te worden in 300 tot 400 ml water, zo'n schepje. En op het moment dat jij dat met een slokje naar achter toe spoelt, gaat jouw lichaam dus vocht afgeven aan dit poeder om te zorgen dat het functioneel is. Want dit onttrekt gewoon het vocht uit je lichaam vandaan, omdat het eigenlijk een optimale functionaliteit hebt bij die 300 tot 400 ml water. Dus zorg dat je het gewoon oplost in een glas. Drink het op, desnoods met een rietje als je het niet zo lekker vindt. Maar ja, let daar wel op. En wat ook belangrijk is met zowel pre-workout als gewoon eigenlijk alle cafeïne, is dat je hier wel een soort resistance voor op kan gaan bouwen. Dus je wordt er minder gevoelig voor naarmate je het vaker gebruikt. Dus wees voorzichtig met het gebruik. Anders gaat de werking er gewoon achteruit. Meestal doen sommige mensen na een maand ongeveer even een week geen cafeïne gebruiken, zodat je weer het effect van cafeïne blijft voelen en je gereset wordt met je tolerantie voor de cafeïne. Dus hou er rekening mee en probeer het niet elke training te gebruiken, maar alleen op de dagen dat je het echt nodig hebt. Want in principe kan je gewoon hartstikke goed presteren zonder, alleen dit kan soms net dat beetje extra geven. Maar hou er wel rekening mee, doe het veilig. Ondertussen is het tijd om avondeten te maken en daarbij wil ik ook mijn laatste supplementen voor deze video laten zien. En dat zijn vitaminepillen die ik heb en gebruik. Let wel op, vitaminepillen zijn echt heel persoonlijk, dus kijk wat jij nodig hebt en waar je tekorten komt. En je kan altijd even met je dokter overleggen voordat je deze zelf gaat gebruiken. Maar ik gebruik in principe deze, dit zijn omega 369 pillen. Daar neem ik altijd eentje van, omdat ik niet gewoon aan twee keer per week vet vis kom. En dat is natuurlijk wel belangrijk om daar aan te komen. Verder neem ik ijzerpillen, want ik merk dat als ik geen ijzerpillen neem, dat ondanks ik wel veel vlees eet, ik vooral wit vlees eet. Dus ik krijg gewoon niet genoeg ijzer binnen en dan krijg ik gewoon heel snel bloedarmoede. Dus dat moeten we niet hebben. Verder gebruik ik nog dagelijkse vitamintjes, gewoon uit 6 vitamines. Want ja, onze voeding is nou eenmaal niet meer zo goed als dat het was, dus je hebt gewoon vaak een vitamine tekort. Ondanks ik meer groente probeer te eten, is dat gewoon altijd handig. De volgende is vitamine D. Ja, daar is die. In principe heb ik een lichte huid, dus ik krijg heel veel vitamine binnen als het buiten loopt. Maar ik verbrand ook heel snel, dus ik moet heel vaak een zonfactor opsmeren. Dus ik vind het gewoon fijn om extra vitamines te doen. En in de winter neem ik eigenlijk altijd 3000 UI of 75 MCG. Omdat je eigenlijk altijd wel een tekort hebt en in de winter schijnt gewoon eenmaal minder zon. En in de zomer neem ik eigenlijk alleen nog 1000 UI, moet ik even goed zeggen. Maar eigenlijk kan vitamine D nooit echt kwaad, omdat wij in Europa gewoon een chronisch tekort eraan hebben. Dus die neem ik nog. En tot slot, ja het is echt een hele hoop vol, neem ik altijd nog deze. Dit zijn magnesium calcium tabletjes. En die doe ik eigenlijk omdat ik gewoon help met spieren herstellen voordat je gaat slapen. Helpt het ook met betere ontspanning. En ik heb altijd zwakke botten gehad, dus calcium kan nooit kwaad. Dat zijn eigenlijk een beetje alle supplementen die ik gebruik, waarom ik ze gebruik. En zoals ik zeg, ja, niet alles is echt nodig. Dus kijk gewoon voor jezelf waar jij je geld eruit wil geven. Waar jij denkt dat je ook echt profijt van gaat hebben als je het gaat gebruiken. Mocht je dit nou een leuke video vinden en er wat aan gehad hebben, laat dan alsjeblieft even een duimpje omhoog achter, zodat ik weet dat dit goed bevallen is bij jullie. En vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Druk ook meteen even op het belletje, want ik upload nog steeds niet via een schema. Ik heb geen vaste dag, dus ik probeer nog steeds elke week te uploaden. En tot nu toe gaat dat goed. Maar met de belletje weet ik zeker dat je nooit een video van mij mist. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende. Doei doei!